Ja, FC Groningen heeft vanavond met 2-1 gewonnen van ADO Den Haag. Een hele belangrijke overwinning. 3 punten in de pocket voor de FC. En ook een mooie avond voor Etienne Rijnen. Want niet alleen een overwinning voor Etienne, maar ook 2 assists. En gekozen tot Assist Man of the Match. Gefeliciteerd, Etienne. Dankjewel. Ja, je zou denken dat ik in de spits stond vanavond. Maar nee, het was mooi. Het was mooi. Ik ben er blij mee. 2 assists geven is altijd, zeker voor een verdediger, is dat komt niet heel vaak voor. En het is een mooie avond. Ja, want ik zei het al, die punten waren wel broodnodig. Hoe lekker is het dan dat je een belangrijke aandeel in die overwinning hebt? Nou, precies wat je zegt. En ik had zeker in de rust, voor de rust al zoiets van, ja, we spelen te goed om 1-1 de rust in te gaan. We hadden onszelf veel eerder moeten belonen. En dan denk je toch niet van, ja, het zal toch niet. Maar ik moet zeggen, in de rust ook tegen elkaar zeggen wat er ook gebeurt. We gaan hier gewoon winnen vanavond. En dat moet ook. Wij moeten ook gewoon winnen thuis van Den Haag, met alle respect hoor, daar niet van. Maar we willen gewoon weer terug naar het gevoel van dat hier gewoon in het nieuwe Noordlie stadion niets te halen valt. En dat kun je maar op één manier doen, dus goed voetballen en wedstrijden winnen. En dat hebben we gedaan en op naar de volgende. Ja, en als je dan wint, dan krijg je de supporters ook weer achter je. Het is wel een wisselwerking. Ja, maar zo werkt het overal in de voetballerij natuurlijk. Supporters zijn kritisch, mag ook als er niet gepresteerd wordt. En dan mag je kritisch zijn, absoluut. En zoals een avond als deze, dan staat iedereen erachter. En dat voel je als speler ook in het veld van dit gaat goed komen. Hoe is het om dan ook gewaardeerd te worden door de supporters? Mooi. Kijk, ik bedoel, je traint natuurlijk de hele week om het in het weekend te laten zien. En als het er dan uitkomt in het veld. En dan krijg je zo'n, ja, je komt in zo'n atmosfeer van een thuiswedstrijd. En je weet dat het stadion achter je staat. En het is heel moeilijk te omschrijven, maar dan heb je het gevoel van, dat intimideert ook een tegenstander. En die krijgen ook zoiets het gevoel van, vandaag wordt het hem niet. En dat merk je vanavond ook.